En we zijn ook gelijk een beetje aan Pokémon vangen. Ja, ik volg jou, ja. Ja, allebei. Ik vlog jou en ik volg jou. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 14 september. Ja, 2019. Het is nu 2:10, wat je dus wel hier kan zien op de klok. Ik ben al aangekleed. Ik ben nu eigenlijk, ik ben al een tijdje wakker. Maar oké, net aangekleed. En wel onder de douche geweest, wat je wel kan zien. Ja, en ik ga even zo de doggies uitlaten. Eentje ligt daar, waar de andere ligt waarschijnlijk in de keuken. Ja, maar ik wens jullie heel veel kijkplezier. Nou. Zoals jullie ziet is Ro post aan het doen. Ik ben aan het helpen. Ik heb ook post. Alleen niet heel veel in mijn tas en in mijn bak. Zoals wat bij Ro is, want hij is overload. En we zijn ook gelijk een beetje aan Pokémon vangen. Ja, je moet wat doen hè, vanzelf. Het is gezellig. Het is mooi weer. Ik geniet er nog even van. Maar hij loopt wel lekker gelukkig bij ons in de buurt. Hey, postbode. Ja. Hoi. Hoi. Ja, goed. Met jou? Ja. Mooi. Ja, dat zie ik. En dat zien de kijkers ook. Gaan we hier doorheen? Bijna, zegt hij. Oké. Ik volg jou. Ja, ik volg jou, ja. Ja, allebei. Ik vlog jou en ik volg jou. Even een deel in jouw werk. En want dat vinden de kijkers en van school ook leuk om jou weer even te zien. Dus ja. En als ik die vraag al krijg van vlog en vlogmeester weer wat meer... Nou, dan ga ik dat doen, hè. Dat dacht ik wel, ja. Moet hij hierin of moet hij daarin? Stop hem er maar in. Ah, dat is humor toch? Ja. Hi. Nou, en zoals jullie dus inderdaad zien, zijn wij inderdaad gezellig samen op pad. Ja. Hoe vind je dat? Heel gezellig. Heel gezellig, zegt hij. Alleen hij praat al een beetje zacht. Dan gaat hij mij leren. Ja. Het is ook erg gezellig, toch? Nou, zoals jullie zien heb ik dus ook het een en het ander in mijn bakkie. Ik heb nu wat in mijn hand. Dat moet ik nog even bij naar Ro toe. Deze nog voor jou, schat. Ja, dat zei ik al, hè. Dat zei ik al, hè. Kijk eens. Alsjeblieft. Ik ga jullie nog wat leuks vertellen. Dat was leuk. Wij, Ro en ik dus. Mijn man en ik. Die gaan vanavond richting Wateringen rijden. Met de auto. Vroom, 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 vroom. Ja.
Want wij zijn een bekende Nederlander op het spoor. Dat is namelijk leuk. Ja, dat is grappig. En Rodi heeft er zin in, want die rijdt sneller volgens mij. Dus ja. Dus wij gaan eventjes spotten. Maar we nemen jullie gewoon gezellig vanavond mee. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Maar eerst gaan we post doen. En dan eten. En dan misschien even na post even richting Wateringen. Maar blijf gewoon sowieso kijken en abonneer op mijn kanaal. Altijd gezellig. Nou mensen, ja. De laatste, ene laatste brief die gaat erin. Ene laatste. En dat is de laatste. Yeah. Binnen de tijd, hè? Binnen de tijd, want het is nu, ja, maar liefst, zo laat. Bijna half vijf. Bijna half vijf, kwart over vier. Ja, het is 4:20. Ben je blij dat ik heb geholpen? Heel blij met je support. Heel erg blij met je support. Ja, jij loopt gelijk weg, ik er niet. Nou, jij loopt niet hoor. Nee, omdat ik zo niet mag fietsen, hè? Dus, maar je bent even blij met je... Ja, natuurlijk. Heel blij. Lekker klaar. Ja. Lekker weer naar huis. Ja. Broodjes koren. Ja. Even de telefoon even opladen. Dat ook. En dan, zie ik jou straks om kwart over vijf. Kwart voor half vijf. Kwart over vijf. Kwart voor half zes. Dan gaan we op BN. Zo. Een navigatie heb ik al aanstaan. Ja. Nou is het wachten op Ro. Want Ro die zou hier komen, dus om mij op te halen, want we gaan even op BN-jacht. Ook zoiets. Dus ik wacht dat even lekker gezellig af. Ja, we zijn even lekker eventjes on tour. Ro die komt er nog aan. Ja, we zijn lekker een beetje on tour. Oh, je kan hier ook nog lekker fietsen, schat. En naast de trambaan. Dat is leuk. Dit is grappig. Dat is heel leuk dit. Wauw. Kunnen we even daar even een beetje langs lopen? Hé, hey? Schat. Wil je die kant op? Of wil je die kant op? Of die kant op eerst? Dat is prima. Dat is prima. Kijk, middenweg. Leuk man. Even hier eventjes lekker eventjes... Even lekker lopen en doen. Dat is grappig. En wat ben jij weer aan het doen dan? Pokémon vangen. Tuurlijk. What else? Hij wel. En hier in deze buurt woont er dus een bekende Nederlander. Stefan. Hè? Stefanie van? Hè? Eer. Van Eer. Oh, je hebt het er, oh, je hebt er ook nog even opgezocht. Ook nog. Natuurlijk. Gewoon te vinden. Waar is die? Even kijken hoor. Ja, en dan? Waar staat? Oh ja, Stefanie van Eer. Ja, die woont dus in deze wijk. Ergens. Nee. En we weten waar. Maar... Ja, geen exact huis. Maar geen exact huis nemen. Maar... Ik kan het even vinden. Ik zou zeggen, doe. Stefanie van Eer. Ja, ja, is goed. Wat? Ja. Hij vindt eens een keer wat leuk om mensen. Hij vindt iets leuk. Oh, dit is humor. Echt wel geweldig. Rodi vindt eens wat, weer eens wat leuks hoor. Ja. Ja, is moeilijk hè, type. Ja. Gaat hij zoeken naar Google? Dat vind ik lekker. Dat is toch grappig? Dat is toch grappig? Ik wil geen startbaar. Ik heb een telefoon gisteren. Hier. Het is te moeilijk, snap dat. De telefoon. Ja, de. En wat doe je? Accepteer even alles, juist. Huidige locatie. Nee. 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 Nee, ze staat er niet in. Maar dat is ook logisch. Dit is nummer 16, hè, schat? Er komt een nummer 16 aan. Nou.
Hele mooie blauwe tram, ja. Nummer 16. Maar we gaan eventjes een stukje lopen. Is even gezellig. Even kijken of... Ja, daar is Echo. Je kan hier ook aan de overkant komen, hè? Op deze fietspad, hè? Handig. Dat is handig, ja. Dat dacht ik al. Het is een oude rode tram. Hele oudje. Maar ik zou hier wel best kunnen wonen. Jij? Hè? Ja, maar gewoon in deze buurt. Ik wist het niet. Wel lekker een bruggetje over het water. Heerlijk, man. Zalig. Waterfiets? Ja. Hele leuke waterfiets. Het is wel een mooi buurtje. Het is lekker rustig. Kijk, Katja. Katja. Ik denk waar een van deze twee huizen. Met dat groen of met dat vogelhuisje. Denk ik. Denk ik. Enigszins. Handig toch? Mooi wonen hoor hier trouwens, echt waar. Kikken. Mooie woningen daar. Zeg ik, het is hier kikken om hier te wonen. Is het nou mos of zo? Ja. Opgedroogd mos, hè? Of zo? Rendiermos volgens mij. Hè? Rendiermos. Oké. Okay. Waar zijn de rendieren? Dat weet ik ook niet. Mensen, we gaan maar lekker rijden. Nee joh, toch geen vondel. Wij zijn zometeen in een Europese gemeente. Ja, je ziet het, het is een Europese gemeente. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee. Ligt niet in Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika of Antarctica. Nee. Gewoon in Europa. Deze gemeente. Deze gemeente ligt gewoon in Europa. Ja, in, ja. In Nederland ligt ook in Europa. Bij kunnen zetten dat het ook een Nederlandse gemeente is. Misschien wel handig. Klinkt willen. Dat is omdat jij het iedere keer verplaatst. Heeft het. Verplaatst het iedere keer. Ik leg het alleen van daar naar daar. Ja, maar dan krijgt hij stof en dan gaat hij dus niet meer kleven. Moet je dus niet doen, ja? Dat is jammer. Leg het gewoon hier neer. Je legt het nu daar neer. Dat is helemaal niet van. Nee, precies. Even schoonmaken. Ik mag geen flitspaal filmen. Weet ik niet. Moet je eventjes aan het BPT vragen. Eén of twee. Ja, lieve allemaal. Beste kijkers. Beste kinderen. Ik ga jullie bij deze bedanken. Want Roos is al naar huis en mijn beauty.
bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nog leuk? Doe een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. Ook al ben je mijn buurvrouw of hele verre iemand die ik niet ken. Maakt niet uit. Het mag. Dan zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen. Doei.